Welkom bij de eerste biocast van je eerste leerjaar, hoofdstuk 1. En die heet over biologie. Nou zijn er natuurlijk een aantal leerdoelen, dingen die je moet kennen, kunnen en weten. En bij hoofdstuk 1 zijn dat, je moet kennen de taken van vier orgaanstelsels. Voor de rest moet je heel veel kunnen. Je moet kunnen uitleggen dat de mens bestaat uit celonderdelen, cellen, weefsels, organen, en orgaanstelsels, van klein naar groot staan ze hier. Je moet kunnen uitleggen hoe orgaanstelsels samenwerken. Je moet waarnemingen op drie manieren kunnen vastleggen. Je moet organismen kunnen determineren met behulp van een zoekkaart. Dat is het nog niet, want je moet ook nog kunnen tekenen volgens de tekenregels. Je moet tabellen kunnen maken en grafieken kunnen maken. En je moet een eenvoudig onderzoek kunnen doen en uitvoeren. Je moet een poster kunnen maken en die presenteren. Dat zijn de leerdoelen van het eerste hoofdstuk. We gaan kijken naar de eerste paragraaf, 1.1. En die heet je binnenste. Wat je hier ziet zijn cellen en cellen van het wangslijmvlies zoals die op dit moment in je mond voorkomen. En die cellen zijn eigenlijk de kleinste levende eenheden. Als je nog kleiner gaat, krijg je de celonderdelen en die leven niet meer. Maar je moet er wel een aantal kennen. De buitenkant die je hier ziet, dat is het celmembraan. Een soort zakje wat maakt dat je een binnenkant en een buitenkant hebt bij een cel. Het donkere vlekje, dat is de celkern, het regelgedeelte. En in dat zakje en buiten die celkern, daar zit cytoplasma, een soort stroperige vloeistof. Dat zijn de drie onderdelen die je moet kennen. Hier zie je een ander plaatje van zo'n cel. En we gaan eens kijken naar alle onderdelen. En we beginnen bij het kleinste wat je moet kennen. En dat is een celonderdeel. Hier bijvoorbeeld de celkern. Die zetten we even linksboven neer. En dan gaan we kijken. De volgende is uiteraard de cel. Want die is opgebouwd uit celonderdelen. Die zetten we daarnaast. Maar als je nou een aantal cellen hebt van dezelfde vorm en dezelfde functie, dan noem je dat een weefsel. Je ziet dat deze celletjes er allemaal hetzelfde uitzien en ze doen dan ook hetzelfde. Je kunt deze cellen vinden in je luchtpijp. Nu hebben we staan celonderdeel, cel en weefsel. Verschillende weefsels kunnen een orgaan maken. En een orgaan is een onderdeel van je lichaam met een bepaalde taak. Kunnen er zelfs meer zijn, maar hij moet minimaal één taak hebben. En wat je hier ziet is de luchtpijp. En die heeft als taak bijvoorbeeld het vervoeren van lucht naar je longen. En van je longen weer vandaan. Maar hij heeft nog meer taken, maar die laten we even zitten. Dus we hebben staan celonderdeel, cel, weefsel en een orgaan. Verschillende organen die samenwerken aan een taak noem je een orgaanstelsel. In dit geval is het je ademhalingsstelsel. En die bestaat dus uit verschillende organen. Alle orgaanstelsels in je lichaam werken ook nog samen. Sommige aan bepaalde taken, weer andere aan andere. Al die orgaanstelsels bij elkaar, die maken een organisme, een levend wezen. En dat zie je hier staan. We gaan eens kijken naar een aantal organen, stelsels die samenwerken. We hebben er hier vier staan. Linksboven, dat is je verteringsstelsel. Daar gaat voedsel in. En rechts zie je staan het ademhalingsstelsel. Daar gaat lucht in. Die doen wat, die orgaanstelsels met die dingen. Het verteringsstelsel zorgt dat er voedingsstoffen gemaakt kunnen worden. Die komen vrij uit het voedsel. En het ademhalingsstelsel zorgt dat er zuurstof uit de lucht gehaald wordt. Die twee orgaanstelsels zorgen ervoor dat die stoffen afgegeven worden aan het bloed. Dus die komen in het bloedvatenstelsel terecht. En het bloedvatenstelsel, die zorgt ervoor, die vervoert die zuurstof en die voedingsstoffen weer naar de spieren, zodat die kunnen werken. Vier orgaanstelsels die samenwerken aan een taak. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze eerste biocast.
Veel succes met studeren en tot de volgende keer.